Great. Ik ben er, zeg maar. Ik heb al gelijk weer een klein probleempje, want mijn creditcard doet het dus niet. En mijn ene bankpaster geeft die een verkeerde pincode aan. Dus dat is wel lekker om te beginnen zo, maar niet eens. Maar goed, die creditcard moet ik eventjes oplossen. Ik heb in ieder geval wel geld via mijn andere bankpas. Dus het is maar goed dat ik een heleboel soorten kaarten bij me heb. Goed, ik ben dus nu even onderweg. Ja, het is heerlijk. Warm, zeg maar. Het is eigenlijk wel een beetje te vochtig om te lopen, maar goed, het is lekker temperatuur. Nou, die temperatuur die gaat morgen wel omlaag, dan gaat die naar een graad of 16, geloof ik. Dus dat gaat wel veranderen. Er komt wat regen. Nou ja, we gaan het zien. Voorlopig ben ik nog even onderweg. Ik denk nog, pak een beetje, half uurtje ongeveer. Zo, eerste hobbel genomen. Camping gevonden, North South Holiday Park. Goed, ik ga een tentje opzetten. En misschien hoef ik morgen niet naar Christchurch. Want we gaan kijken of ze mij kunnen helpen met het bellen. Naar het kantoor waar ik me moet inchecken voor de busrit naar Nelson. Dus dat is helemaal geweldig. Dus dat gaan we morgen doen. Maar eerst even een tentje opzetten. Nou, ik zit in mijn tentje. Dat is duidelijk, lijkt me. En ik ga zo meteen eerst even lekker douchen. Daar ben ik echt aan toe. En daarna ga ik eten halen. Ergens in de buurt. Ik ga wel kijken waar. Zo, goedemorgen. Het is de eerste nacht in het tentje. Het regent, pijpen stelen. Maar ja, ondanks dat ik een beetje een ander slaapritme heb, eigenlijk wat vroeger ben gaan slapen, heb ik eigenlijk wel een goede nachtrust gehad. Ik ben nu ontzettend nodig naar de wc. Dus ik moet me helemaal aankleden, regenkleding aan, regenjas aan. En dat ga ik nu maar even doen, ja. Nou, daar gaat hij aan. Dus even een kleine onderbreking, een kleine toiletstop. Dat geeft mij de gelegenheid om wat te vertellen. Ik ben nu op de derde dag onderweg van Christchurch naar Nelson. Ik ben nu met de Intercity Flexpass aan het rijden. Dat heb ik allemaal van tevoren geregeld. Dat is allemaal prima in orde eigenlijk. We hebben straks een stop in Blenheim. Vanmorgen vroeg op pad met een taxi vanaf de campsite naar de Interchange Bus Station in Christchurch. Ja, dan stapten we op de bus om 7 uur. We hebben wel iets vertraging vandaag, maar we gaan het allemaal redden. Zo, ik ben al in Nelson en ik zit al in mijn tentje zoals je ziet. Ik heb mijn tent namelijk razendsnel moeten opzetten, want het regent nu ook en het zou vanavond heel hard gaan regenen. Ze hebben daar ook een waarschuwing voor gegeven. Nou ja, dat gaan we zien hoe dat verloopt.
Het was nog een hele trip. In ieder geval de 8 uur met de Intercity Flexbus naar Blenheim. Er was heel veel vertraging door allerlei wegversperringen en werkzaamheden aan de weg. Als gevolg van de storm Gita. En daarna kwamen we nog wel op tijd in Blenheim aan. Maar de bus die ons daar verder moest rijden, die was een half uur vertraagd. Dus dat was nog even een beetje zo van ga ik sluitingstijden van winkels halen en van de Nelson Eyesight, want daar moet ik dan inchecken voor de Able Testament track. Maar goed, dat heb ik allemaal gedaan. Het is allemaal gered. Ik heb mijn boodschappen binnen. Een hele lading aan droogvoer ook binnen voor, nou ja, voor 7 dagen. Dus het is echt heel lang. Het is echt ook heel veel. Nou ja, voor de rest heb ik voor vanavond nog wat eten gehaald. Ik ben naar de camping dan toegelopen en ingecheckt. En nu sta ik. Nou, daar ben ik wel blij mee. Het zeikt van de regen. Dus ik moet er dadelijk nog door. Ik moet nog even douchen. Ik moet nog eten. En dan denk ik dat ik maar voorlopig even een boekje ga lezen of zo. Want morgenochtend is het weer vroegdag. Dan moet ik weer teruglopen naar het centrum. Dan ga ik met de bus naar Marahou. En daar check ik in op backpackerscentrum De Barn. Dan ga ik met een tentje staan. En dan die dag daarna ga ik de Able Testament track lopen. En voor die dagen ziet het weer er heel goed uit. Dus, nou dat was mijn verhaal eventjes. Dus ik ga even aan de slag hier. Thank you.